Ik ben Erik Scherrer, hoogleraar klinische neuropsychologie hier aan de Vrije Universiteit te Amsterdam. Wist u dat al in 2012 er een pandemie officieel is uitgeroepen door de WHO? En die pandemie heet physical inactivity, oftewel zitten. We zijn met z'n allen massaal gaan zitten en dat betekent dat we door dat zitten een verhoogd risico hebben op diabetes type 2, suikerziekte en overgewicht, obesitas. Als u in staat bent om dat zitten te onderbreken, echt regelmatig door de dag heen, dan oefent u echt een supergoeie invloed uit op uw hele huishouding, uw stofwisseling. Denk aan insulinegevoeligheid, waarbij minder kans op diabetes, maar ook op uw hele stofwisseling wat betreft uw overgewicht, de kans daarop, veel en veel minder. Dus het is echt super de moeite waard dat u gewoon zegt, oké, ik heb even gezeten, half uurtje, een uurtje, ik ga nu eerst eens even bewegen. Liefst na elk half uur. De grote boodschap is eigenlijk dat u ook per dag 20 minuten minimaal, liefst een half uur, meerdere malen per dag als het kan, achter elkaar de beweging doet. Matig intensief. Dat betekent doorlopen, fietsen, traplopen, dat is top. Wat gebeurt er? Uw hart gaat het beter doen. Uw hart pompt het bloed naar uw brein. Nou, dat brein heeft die doorbloeding heel hard nodig. En dan merkt u ook dat u wat scherper bent. Dat u misschien wat langer door kunt werken als u dat wil. Dat u denkt, joh, wat was ik echt goed bezig. Maar niet alleen voor dat brein. Ook wat dacht u van uw immuunsysteem? Uw afweersysteem, doordat die bloedsomloop toeneemt, worden die cellen beter verdeeld in uw lichaam en uw afweersysteem wordt sterker. Ja, wat is nou een goed idee om elke half uur even dat werk te onderbreken? Nou, bijvoorbeeld als u denkt, ik moet toch even bellen. Dan wacht u precies naar het half uur. U gaat het belletje even lopend doen, ideaal. Of u denkt, ik wil een kopje koffie halen. U gaat even naar het toilet. U kunt van allerlei dingen bedenken, maar het belangrijkste is eigenlijk nog dat u niet een invulling hoeft te zoeken. Want het even onderbreken van uw werk is een onderdeel van uw werk.